Ja. Ja, ik denk als handbalkeeper is het belangrijk dat je in ieder geval doorslaande armen komt vaak voor natuurlijk. Dus dat je je arm goed traint door of krachttraining te doen of veel opdrukken. Dus dat je die arm sterker maakt, dat je niet de arm te vaak doorslaat. Dat is vaak een kwaal van handbalkeeper.